stijlperiode die eigenlijk vanaf de tijd zelf, want ik praat over het Haagse interbellum, de jaren 20-30, ondergewaardeerd is gebleven, lange tijd. Misschien dit gebouw, de Willemspark Flat van architect Henk Wegerif uit 1931, is wel een beetje symbolisch voor de bescheiden positie die de architecten van de architectuur, de Nieuwe Haagse School, zelf eigenlijk altijd kozen. De architect Wegerif heeft na de eerste steenlegging een brief laten inmetselen voor degene die het gebouw ooit zal afbreken. Die zal kunnen lezen over de bouwgeschiedenis van die Willemspark Flat. Dat is een beetje symptomatisch voor de architecten van de Nieuwe Haagse School. Zij zochten de polemiek niet. Zij bleven liever in de luwte. En de stijl zelf is ook wel eens omschreven als een gematigd modern, beschaafd modern. Misschien wel typerend ook voor het politieke klimaat van Den Haag in die tijd. Aan de ene kant liberaal, maar aan de andere kant ook sociaal-democratisch. Dat waren krachten die elkaar gedurende dat interbellum in evenwicht moesten houden. Ja, een van de meesterwerken van de Nieuwe Haagse School, de Mauvenstraat nummer 56, een herenhuis op de kop van de strook woningen, naar ontwerp van Frans Laurijsen. De relatieve onbekendheid van de Nieuwe Haagse School heeft wellicht ook wat te maken met de hoorn des overvloeds. In de jaren 20-30 is namelijk ruim een derde van de huidige Haagse stadsplattegrond gerealiseerd. De Nieuwe Haagse School is zo al aanwezig dat het lange tijd heeft geduurd voordat zowel vakdeskundigen als het Haagse publiek zich bewust is geworden van de kwaliteiten van de Nieuwe Haagse School. Nou is dit inderdaad een van de topwerken, maar goed, de andere 48 beelden, daarmee hoop ik te laten zien dat er ook meer gewone buurten toch de kenmerken van die Nieuwe Haagse School vertonen. Dankjewel. Hendrik Petrus Bernlage. Ik weet, het is een beetje generaliseren, maar in het korte tijdsbestek dat ik heb, zou ik de Nieuwe Haagse School ook als dusdanig willen definiëren. Het is een synthese geweest tussen het gedachtegoed, de visie op stedenbouw en architectuur van Bernlage. Bernlage die voor de jonge generatie architecten een pleidooi hield voor het eerlijk gebruik van baksteen. Voor het eerlijk laten zien van de constructieve elementen in de gevel, niet het wegpleisteren. Plan wat ook een idee gaf over de ruimtelijke opbouw van de stad. Nou, daarom heeft Bernlage een plan gemaakt in 1908, dat is 1911 door de gemeenteraad goedgekeurd. Er is heel weinig gebeurd met het plan van Bernlage, eenvoudigweg omdat na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de schaarste aan bouwmaterialen aan geschoolde arbeiders daarna, was het pas omstreeks 1920 dat de Haagse bouwproductie goed gaat. Ik vond het, het gaat over Den Haag en wat ik heel erg leuk vond was meneer Teunissen. Hij was iets te lang, maar ik denk dat als we de kans hadden gelaten dat hij nu nog bezig was geweest. Dat zo maar wel je van geleerd. Ja, dat is, ga je naar je stad, woont anders in je huis als je in zo'n huis woont. Ja, ik woon niet in zo'n soort huis, maar ik ga er wel naar kijken. Ja, we hebben vrienden die wonen daar in dat bashuis. Ja, in Boszicht hebben we vrienden wonen. Oh ja. Nee, ik vond het een leuke avond. Het zat goed in elkaar. Heel gezellig. Nou, heel veel dingen wist ik ook niet. Nee, maar dat is het. Ik wist inderdaad niet dat die torentjes in dat functie hadden. Dat wist ik ook niet. Nee, maar toch een principe van een watertoren. Druk op de ketel, daar komt het. Geen keuken hebben. En gewoon naar geen restaurant. Leren is altijd leuk. Absoluut. En je hoort altijd nieuwe dingen. En je blijft ook zo jong. Juist. Ja, ik vond het een leerzaam avond. Ja? Ik vond het toch, ik heb redelijk veel boeken over architectuur van Den Haag, van Wild onder andere. Dat heeft in Frans Scheveningen natuurlijk heel veel gedaan.
Maar ik hoor toch heel veel nieuwe dingen. Dat komt wel erg leuk. Ja, ik vind het mooi. Ja, nou, dat zeg ik natuurlijk nou, dat nou de voorzitter erbij staat. Ja. Oh, wat moet ik? Nee, Rol, fantastische avond. Ja, vond je? Ja. Ja. Nee, nee, dat vond ik treffend. Alle respect voor je. Nou, dankjewel. Je hebt het steeds in acht maanden. Ja, we zijn zo Je hebt het zo goed gedaan. Nee, want ik weet hoe zwaar het is. Ja, nee, het is uitvind natuurlijk. Ik bedoel, het is achteraf is het niet leuk om er zo op terug te kunnen kijken. En ik moet zeggen, ik vond, het was een geslaagde avond, ik kan niet anders zeggen. Ja. Maar, en dan die opkomst. Nou, die opkomst is natuurlijk overweldigend. Nou, maar dit had toch alleen maar bij het Koerhuis gekund, dat we dat zo uit kunnen breiden. Hier hoort het op. Daar heb je gelijk. Hier hoort het op. Ja. Ja. Maar, kijk, onze grootste angst was natuurlijk dat ze die mogelijkheid niet meer hadden. Voor hetzelfde geld was de rest van het Koerhuis afgehuurd. Ja. En dat was ons grote geluk, dat die ruimte er nog was. Ja. En, ja, dus, en dan hier, zoals ik moet zeggen, dit vind ik ook echt leuk. Het is toch fantastisch? Ja, alleen de pianist had je naast het stuur. Oh, ik zei het tegen zelf moeten gaan zitten. Dat is zoals ze mee is. Ik ben blij dat die zonnebril erbij heeft. Dan hoor ik hem minder goed. Maar ook leuk om de kaartjes te kunnen kopen nu. Ja, precies. En de vlogs. Heb je ook gedaan? Ja. Maar je wilde niet. Oh ja. Ja. En we gaan nog meer kopen. Nee hoor, alleen maar leuk. Alleen maar leuk.